Janneke de Boer en ik ben wel op hooi naar raad. Waarom de slachter? Het is gewoon prachtig mooi dichtbij. En ik hier daar gewoon fjouwer die verliemd stond gewoon de kant te zien. En toen hier ik iets van, wauw, dat wil ik ooit nog eens een keer doen. En nu ben ik fjouwer die verder. En nou, zonder nooit denk ik, heb ik me inskreund en het plan maken van die wil ik rennen. En hoe ga je erop voorbereiden? Ik heb me inskreund bij Harder. En die geeft mij de begeleiding ik doen. En ik wil verder een soort zelf doen. Gewoon intervaltjes pikken per week. Twee jongen of zo intervaltjes en één keer in 14 dagen een duurloop. En verder gewoon lekker draven. Net de volder maar bezig zijn. Nee. We zijn nu begin februari. Wist ik al bezig om echt met het schema of? Nee. Nee. Dat begin ik gewoon bij Harren. No? Dan is het ook 25 februari. Dan ging ze los en dan start ik. En nu draaf ik gewoon wat oors ik die. Maar wel wat meer intervaltrainingjes door tussencontrole. En hoe ziet die trainingsweeken er nou uit? Gemiddeld gezien? Nou, maandag dan ben ik bij het lab. En woensdag draaf ik even later zaterdag om als intervaltjes. En dan vrijdag doe ik een intervaltje als ik de sneus net een duurloop doe. En de week erop doe ik dan de vrijdag niks en dan de sneus een duurloop. Ja. Of de snijde maand. Want in mijn krek hoe duur komt natuurlijk. En wat is die langste afstand tot Nauta West? Dat is 21, de slachter. De slachter in. Ja. Ja. En wat zijn nou die verwachtingen van de echte hele marathon? Nou, ik heb net echt iets van, dat wil ik Harry. Maar ik heb wel iets van, nou, misschien is om er bij de vrouwen worden, lijkt het me leuk daar. Dat lijkt het me nu dagen. Denk je eerst een schema opzetten? Ja, daar ging ik eerst mijn schema opzetten, ja. Ja. En heeft bepaalde verwachtingen van hoe het dan gaat onderwijs? Nee, wat idee van? Nee, want ik ben wel bang dat ik me opruil, toch snelheid van oren. Dus ik zag gewoon heel goed naar mezelf luisteren met hem. Gewoon lekker focussen op mezelf en lid naar me gaan. Gewoon lekker draven. En je bent nou ik al aan het trainen. Wat ben nou favoriete rondjes van jou om te trainen? Nou, het favoriete rondje is gewoon laten zaten. Dat is gewoon lekker dichtbij. En nog ik twee keer blauw huis omdraafd. Nou, dat vind ik een heel mooi rondje. Dat is 16 en een heer. En dat vind ik een super rondje.